Hallo allemaal. Nou, zoals je kunt zien, ik heb een loom. Maar ja, niet zomaar een loom. Een zelfgemaakte loom. Nou, je kunt deze loom ook maken, maar ik ga vandaag niet laten zien hoe je het moet maken. Maar ik zeg een beetje hoe ik het heb gemaakt. In de link staat ook een beschrijving van een video van Doodle Dwarl Arts. En die heeft een filmpje van hoe je deze kunt maken. Alleen, zij doet het op karton. Op 3 kartonnetjes. Heb ik ook gedaan. Alleen, dat bleef niet zo goed vastzitten. Dus heb ik het op een houtje gedaan. Nou, wat je nodig hebt is geloof ik 36 van deze dingetjes. Ik weet niet hoe het heet. Het heet geloof ik prikbord. Prikkers. Ik weet niet hoe het heet, maar ik tel even voor de zekerheid. 6, 8, 10, 11, 12. Nee, zo 13, hier geloof ik ook. 4, ook 13. Dus 36 van deze dingen. En nou, zoals je kunt zien, je kunt er gewoon ook leuke armbandjes mee maken als je al elastiekjes hebt. Als je nog geen elastiekjes hebt, dan is het natuurlijk niet zo handig. Maar je kunt gewoon van alles maken. Maar sommige dingen zijn niet zo handig om met je zelfgemaakte loom te maken. Alleen, je kunt wel leuke armbandjes maken. En ik weet nou eigenlijk niet precies hoe lang dit is. Niet zo handig. En nou, je kunt zo'n armbandje maken. Ik heb nog een voorbeeldje dat ik met deze bloem heb gemaakt. Dat is dit. En ik ga voor jullie natuurlijk nog een filmpje maken hoe je deze kunt maken. En vast ook nog wel deze. En nou ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!